Instructiefilmpje voor verschillende installaties in jouw woning. De thermostaatkraan. Dit is de thermostaatkraan waarmee je de temperatuur in de slaapkamer instelt. Dit is de forced stand, waarmee je de temperatuur op 6 graden zet. Je gebruikt deze stand als je wat langer weg bent van huis. Stand 3 komt overeen met 20 graden. Ventilatieroosters. De ventilatieroosters moeten altijd openstaan. Dat kun je zien aan de groene zijde. Dit is voor een optimale werking van de warmtepomp en een goede ventilatie in de woning. Dit is het ventilatieventiel in de woonkamer, keuken. Deze moet altijd open blijven staan om voldoende ventilatie in de ruimte te kunnen krijgen. Ventilatieventiel. Dit is het ventilatieventiel in de badkamer. Deze moet altijd open blijven. Ondersteuning van het kanaal. In de technische ruimte hangt de installatie voor de warmtepomp en de ventilatie. Op de ondersteuning van het kanaal en het kanaal zelf mogen geen voorwerpen opgehangen of bevestigd worden. Rookmelder. De rookmelder is gekoppeld aan de deurdranger boven de voordeur. Als de rookmelder afgaat en jouw deur open staat, dan gaat de deurdranger werken en gaat jouw voordeur dicht. Dit is er om voor te zorgen dat de brand niet overslaat van de hal naar de gang. Of juist andersom. Als jij zelf de voordeur wilt gebruiken, kan dit gewoon. Dit gaat dan alleen wat zwaarder vanwege de deurdranger. Videofoon. In elke woning hangt een videofoon. Als er beneden iemand voor jou aanbelt, hoor je dit. Bij een oproep moet je de hoorn van de haak nemen en kun je spreken met de bezoeker. Als je de sleutelknop indrukt, gaat de deur beneden open. Aan de rechterzijde zit een volumeknop waarmee je het volume kan regelen van de intercom. Thermostaat. De temperatuur is in te stellen met de thermostaat. Dit kun je doen door op de min of plus te drukken. Het grote getal is de huidige temperatuur en het kleine getal is de ingestelde temperatuur. Mechanische ventilatie. Deze knop is voor de bediening van de mechanische ventilatie. Deze heeft 4 standen. 1 stand kun je gebruiken als je wat langer weg bent van huis. De andere stand is voor wanneer je thuis bent. Deze stand zorgt ervoor dat alles automatisch geregeld wordt. Als er meer of minder ventilatie nodig is, zal deze harder of zachter gaan draaien. Als er tijdelijk even wat meer ventilatie nodig is, bijvoorbeeld met het douchen, kun je dit met deze stand tijdelijk toevoegen. Over het algemeen adviseren we om de automatische stand te gebruiken, omdat hij zich zal aanpassen naar wat er nodig is. Badkamerradiator. Dit is de bediening van de badkamerradiator. Met de linkerknop zet je de radiator aan en met de plus of min stel je de temperatuur in. Meterkast. Dit is de meterkast. Hierin bevinden zich de watermeter en de elektrameter met de groepenkast. In noodgevallen of als je voor een langere tijd van huis bent, kun je de kraan dichtzetten door de hendel haaks op de leiding te draaien. Dit is de groepenkast met veiligheden. Op deze elektrameter kun je verbruik van elektra aflezen. Deze wandcontactdozen kun je gebruiken voor je router of wifi. Dit zijn de 2 internetaansluitingen van Ziggo en KPN, waar je de router op aan kunt sluiten na het afsluiten van een abonnement. Veel plezier met je woning!